Wij zijn Peter Steunink en Lies van Gassen en wij werkten samen aan Nel een zot geweld. Het scenario is van Peter. Ik vond het heel fijn om met dat scenario te werken, omdat hij eigenlijk in hele korte, poëtische zinnen een hele wereld opriep. De wereld van Rick Wouters, een schilder die ik heel erg bewonder, en zijn muze Nel. Ja, en ik wou heel graag samenwerken met Lies, omdat ik haar als beeldend kunstenaar en als dichter heel erg waardeer. En ik was bijzonder gelukkig toen Lies ja zei op mijn voorstel om de illustraties bij dit boek te maken. En het resultaat mag er echt wel zijn, want Lies heeft eigenlijk veel meer gedaan dan dat boek enkel geïllustreerd. Ze is een soort confrontatie, een grafische dialoog aangegaan met het schitterende werk ook van Rick Wouters in een soort vloeibare, bijna levende filmische stijl. En dat is gewoon machtig. Nu, het allerbelangrijkste van het boek is natuurlijk Nel zelf, die de muze was van Rick Wouters, maar in dit boek is eigenlijk ook de muze van mezelf, want ik heb me heel erg door haar laten inspireren, en Peter natuurlijk ook. Wat dat wij zo fantastisch vinden aan Nel is dat ze eigenlijk een heel zelfstandige, vrijgevochten vrouw was, die een beetje buiten de lijntjes liep, haar tijd ook wel wat vooruit was, en die het kunstenaarschap van Rick eigenlijk mee vormgegeven heeft. En Nel is een fantastisch hoofdpersonage, omdat de actie bij haar zit. Rick Wouters registreert, hij is de cameraman die haar in beeld brengt, maar Nel is degene die voor de actie en de spanning zorgt in het verhaal. Een echte, eigengereide, koppige, eigenzinnige, heel interessante vrouw. Een boeiend verhaal dus.